Ja, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Het is oktober, het is herfst, maar hier in Asteria schijnt nog steeds de zon. En ook dit keer ontvang ik weer drie ondernemers hier aan tafel die ons gaan vertellen over wat hen bezighoudt. Ja, en als eerste heb ik hier aan tafel Guido van Dijk. Samen met 20 andere ondernemers heb jij We Love Venray geïntroduceerd. Een initiatief waarbij Venrayse ondernemers hun klanten belonen. Juist. Welkom Guido. Ja, hoe werkt dat dan, die beloning voor de Venrayse klanten? Ja, ik denk dat ik het beste uit kan leggen hoe het systeem in elkaar zit, want het is niet met twee zinnetjes. De actie start bij het moment dat de klanten boodschappen gaan doen bij de Plus in Landweert. Daar kunnen zij voor iedere euro aan boodschappen die ze uitgeven een zegeltje kopen à 2 cent. Mm-hmm. Op het moment dat ze 200 zegels gespaard hebben, hebben ze 200 zegels ingekocht. Die plakken ze in een boekje en als je die normaal gesproken bij de Plus inlevert, dan krijg je er 6 euro voor terug. Maar nu komt de beloning voor de klant. Op het moment dat ze kiezen om de We Love Venray check te nemen, zeg maar, dan wordt die 6 euro in één keer 8 euro waard. Dus ze verdubbelen hun winst, zomaar zeggen. En dan hebben ze zo'n mooie kaart vol, ja, met allemaal mooie stickertjes erin. Ja. En dan, waar moet je dan naartoe? Waar kun je naartoe? Nou ja, die zegeltjes die hebben ze inmiddels al ingeleverd. Dus ja, je krijgt dan de waardecheck van Wheel of Venray. En die check kunnen ze dan inleveren bij de deelnemende bedrijven van de actie. Ja. Ik corrigeer je even, want het zijn inmiddels 24 bedrijven die deelnemen. En ja, dat is ook wel belangrijk voor de actie, dat de waardecheck breed ingeleverd kan worden. Ja, en dat zijn allemaal Venrayse ondernemers die hier aan meedoen. Kun je Venrayse ondernemers of Venrayse bedrijven, zeg maar. Bijvoorbeeld Intratuin is er eentje, de boekhandel Rooiboek is er eentje. Even nadenken hoor, ja natuurlijk Puur met de kleding. Jamin doet mee. In ieder geval heel veel, je kan het niet allemaal opnemen. Nee, ja, ik wil het wel doen hoor, maar nee. Hoor. Maar ik ben bang dat je er anders een paar vergeet. En dat, ja, ja, daar heb je gelijk. Heb je gelijk waarom is dat zo belangrijk voor jou als ondernemer, hè, van de Plus van Dijk, waarom is dat zo belangrijk om zo'n actie op te zetten? Nou ja, goed, wij als detailhandel zijn gebaat bij de lokale klant. En wat ik merkte de afgelopen tijd, is dat de klanten ook wel buiten Venray hun ding gingen doen. De afvloeiing naar de grote steden, zeg ik dan, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam, Maastricht. Mm-hmm. Ja, daar hadden we in Venray een beetje last van. De opkomst van de internetverkopen is er eentje. Ja goed, je kunt het niet allemaal tegenhouden, maar om de klanten toch proberen in Venray te houden, is dit een geschikte actie. En ja, we zijn er met z'n allen bij gebaat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de opzet. Ja, de klant die krijgt een beloning. Ja. Ik heb jou nou eigenlijk ook al gehoord wat de beloning voor de ondernemer is. Maar kun je dat nog een keer benadrukken? Wat is nou die beloning voor jou? Nou ja, goed. De klanten moeten, hoor mij, maar we willen ze graag in Venray houden, want daar liggen onze omzetkansen. En de beloning is dat ze in Venray blijven en dus hun boodschappen blijven doen. Want hoe lang ben je nou bezig met deze actie? We zijn 1 juli begonnen. Ja. Dat is dan nu 3 maandjes ongeveer. Ja. En merk je, ja, kun je daar ook iets van vertellen? Ja. Wat zijn reacties van consumenten? Ja, consumenten zijn erg enthousiast. Ze weten eigenlijk niet wat er gebeurt, zeg maar. Want ik wist niet eens dat het bestond, het spaarzegelsysteem. Dus dat is al de eerste winst voor mijzelf. Ja. En als ik nu kijk naar de eerste resultaten. We zitten nu op ongeveer een 1300 uitgegeven waardechecks in 3 maanden tijd. Mm-hmm. Dat vind ik al behoorlijk wat. Maar ik merk ook dat de consument nog steeds afvraagt van, oh, wacht even, wat is dat nou eigenlijk? Wij zijn nog steeds bezig met het promoten van de actie, want we zien steeds meer sparende mensen. En dat is wel wat we graag willen. Ja. Waar wil je naartoe? Ik wil graag dat we allemaal gelukkig ondernemende mensen in Venray hebben. Die blij zijn met hun klanten natuurlijk. Ik wil graag dat de Venrayse inwoners in Venray blijven. En dat we daar een gezellig centrum hebben en een gezellig ondernemend sfeertje. Wat ik voor de toekomst nog wel leuk zou vinden, is misschien eens een keer kijken of we met, dat hebben we nog niet concreet, om eens te kijken of we een soort van braderie, festivalachtig ding kunnen organiseren, waarmee we als typisch Venrayse ondernemers naar buiten kunnen treden. Een typisch Venrayse markt?
Ja, we zullen het zien. Foodtruck festival. En dan in het centrum of op de parkeerplaats bij jullie voor de supermarkt? Liever niet, want er komen de klanten niet meer boodschap. Maar ja, een andere mooie locatie als bijvoorbeeld het Anna-terrein of midden in het centrum. Ja, dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden. Oké, dus ergens zitten allemaal ideeën in je hoofd. Ja. 24 ondernemers doen mee. Ja. Is er nog ruimte voor nieuwe ondernemers die zich kunnen aansluiten? Ja. En wat moeten die dan vervolgens doen? Ja, er is nog zeker ruimte. Wat ik al een beetje probeerde te zeggen is dat het brede aanbod belangrijk is. We hebben nog niet alle branches vertegenwoordigd. Mm-hmm. Dus op dat punt kunnen echt mensen toetreden. Dus dit is een oproep meteen aan alle ondernemers die kijken? Ja, een beetje wel. Bij de lancering was erg leuk. Bij de lancering kreeg ik al meteen dezelfde dag 3 of 4 telefoontjes van bedrijven die zeiden, oh, dat is erg leuk, daar wil ik ook aan meedoen. Mm-hmm. Na verloop van tijd heb ik nu een lijstje van 12-13 bedrijven die aangegeven hebben een keer te willen meedoen aan deze leuke actie. Ik denk dat als ik nog een keer met meer bedrijven een gesprek aanga, dat ik nog wel meer bedrijven kan werven. Okay, dus want het moet breed. Het moet breed. Ja. En is het dan echt alleen Venray, gemeente Venray, of ga je stiekem ook al kijken in het schildertje er rondomheen? Nee, dat kan ik niet doen. We heten We Love Venray, dus het is echt de gemeente Venray. Ik heb inmiddels al wat bedrijven uit Oostrum gesproken en alle kerkdorpen zijn welkom. Het is wel opvallend, het is echt op dit moment nog de Venrayse, het dorp Venray. Oké, dus de kerkdorpen die zijn bij deze dan uitgenodigd om te reageren. Ja. We hebben nu dus die zegels waar ze voor kunnen sparen en dat ze die waardecheck van 4 naar 8 euro kunnen verdubbelen. Heb je nog voor de toekomst al meer ideeën van, goh, dat wil ik nog gaan doen en dat? Ja, kijk, de bedrijven onderling kunnen natuurlijk ook met elkaar acties afspreken die daarmee te maken hebben om het breder te maken. Meer concrete acties heb ik nog niet, maar het moet een interessant systeem blijven, dus we moeten daar wel iets leuks van maken. Ja, volgens mij klinkt ik sta heel open voor ideeën. Het klinkt in ieder geval heel interessant om van 4 euro heel makkelijk 8 euro te maken. Ja, dus, zo'n geweldig spaarsysteem heb je nergens in Nederland. Nee, dat is waar. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel, Guido. Dankjewel.